Sri Lanka. Een eiland van bosrijke biotopen, omringd door waterpartijen en drassig wetland. Het zorgt voor een unieke biodiversiteit midden de Indische Oceaan. Sri Lanka vormt dan ook een schoolvoorbeeld van natuurbescherming. Maar liefst 1.760.000 hectare zijn er beschermd. Dat is 26,5% van de totale oppervlakte. Uniek in de wereld. Onze Vlaamse vogelspotters Guy Marchal en Rita Plasman starten hun tocht op de Kelani-rivier richting Kitulgala. Hier werden de opnamen gedraaid voor de epische jaren 50 film The Bridge on the River Kwai. De rivier is hier breed, maar ondiep. In de drogere maanden vormt het een aantrekkelijke plek voor de lokale bevolking om te zwemmen en zich veilig te wassen. En voor onze vogelspotters meteen ook een prachtig decor om aan te meren richting de bush. Nog voor ze kunnen bekomen van hun riviertocht, staan onze vogelspotters oog in oog met een Ceylonhoen. Deze flink gespierde haan is de nationale vogel van Sri Lanka. Ze leven vooral in het struikgewas van bosrijke omgevingen en zijn endemisch voor Sri Lanka. Dat wil zeggen dat ze enkel in dit land voorkomen. Wat verderop ontfermt het veel kleinere hennetje zich over haar kuikentjes. Al gauw verdwijnt ze in het struikgewas op zoek naar meer schaduw en beschutting voor haar jongen. De kuikentjes hebben voortdurend levend voedsel nodig. Plantaardige eiwitten en vetten kunnen ze moeilijk verteren. Dat is de reden waarom ze moeilijk te houden zijn als huisdier en je ze vooral in hun natuurlijke habitat vindt. Op de weg naar Kitulgala spot Guy een koppel daaialijsters in het bladerdek. De mannetjes zijn gitzwart. Ze staan bekend om hun mooie gezang. De sobergrijs gekleurde vrouwtjes fourageren heel veel op de grond op zoek naar insecten in de bladeren. Met hun wipstaart proberen ze de mannetjes te imponeren. Ondanks hun naam worden daaialijsters niet meer geclassificeerd als lijsterachtigen. Het zijn eigenlijk vliegenvangers van de oude wereld. De vogels zijn wijdverspreid in het oosten en het is de nationale vogel van Bangladesh. Rita heeft een vlekvleugellijster voor de lens. Deze middelgrote lijsters komen enkel voor in Sri Lanka. Ze leven vooral in heuvelachtige regenwouden, maar ook in drogere bossen gedijen ze goed. Het zijn omnivoren. Vooral fruit en insecten staan op het menu. Zoals de meeste lijsterachtigen hebben ze een opvallend gevarieerd lied. Een meesterzanger is ongetwijfeld deze jodelende fluiter. Het is een shama-lijster. Lokaal zijn ze erg populair als kooivogel. De populatie bestaat dan ook uit heel wat ontsnapte vogels. Ook bij ons zijn shama-lijsters het paradepaardje van vogelkwekers en vogelparken. Maar het zijn geen doetjes. Ze kunnen zich zeer agressief gedragen, vooral in de paartijd. Wat verder zit een eerder zeldzame eksterlijster verscholen in het gebladerte. Deze vogels kunnen urenlang onbeweeglijk stilzitten. De mannetjes herken je aan een opvallend zwart-wit patroon. Dit paardje Ceylon goudlijsters sluit het hoofdstuk lijsterachtigen af. Het zijn opvallend grote lijsters die tot 30 centimeter groot worden. Hun geschubde verenkleed zorgt voor de perfecte schutkleur. Ze vallen nauwelijks op als ze op de grond of in het gebladerte zoeken naar insecten en bessen. Wanneer ze plots stilzitten, kan je ze niet meer onderscheiden van het decor. Het zijn niet alleen vogels die schutkleuren gebruiken. Ook heel wat zoogdieren hebben er een aardig handje van weg. Zoals dit koppeltje gestreepte palm-eekhoorns. Slangen en reptielen zijn zelfs meesters in het camoufleren. Deze soms agressieve snuffelslang is op afstand nauwelijks te onderscheiden van haar omgeving.
ook de groene wijnstokslang, is daar een prachtig voorbeeld van. De meeste van deze slangen zijn giftig. Hun beet is niet dodelijk, maar kan wel ernstige zwellingen veroorzaken. Ze ontdekken trouwens nog heel wat andere reptielen die hier gedijen, zoals deze zeldzame zwartgevlekte kangoeroehagedis. De soort werd pas ontdekt rond het jaar 2005. De bruine kangoeroehagedis is soberder van kleur en blijft ook een eerder zeldzame verschijning. En je moet echt wel een heel scherp gezichtsvermogen hebben om het jong van deze agamen te onderscheiden van de bodem. Alles behalve gecamoufleerd zijn deze blauwe of Indiase pauwen. En ook hun luide roep is onmiskenbaar. De blauwe pauw wordt al vermeld in de Griekse en Hindoeïstische mythologie. En het is de nationale vogel van India. Zo'n 4000 jaar geleden bereikte de blauwe pauw via Mesopotamië Europa. Bij ons worden ze dan ook gehouden als neerhofdieren. Maar hier leven ze gewoon in het wild. Je vindt ze voornamelijk op de grond in open bos. Daar fourageren ze naar bessen of granen, maar ook kleine slangen, hagedissen en knaagdieren staan op het menu. Als de mannetjespauw zijn staart wijd openzet, ontstaat een ongeziene kleurenpracht. In de 150 staartveren zijn de typische pauwenogen een echte blikvanger. Pittig detail? Volgens boeddhistisch bijgeloof brengen ze ongeluk als ze in een vaas je huis versieren. Daar trekken deze Indische olifanten zich weinig van aan. Ze zijn iets kleiner dan de Afrikaanse olifanten, maar wegen toch zo'n 5000 kilo. Een pasgeboren exemplaar haalt al vlotjes de 90 kilogram. Een oudere olifantenkoe, de matriarch, heeft de leiding over dit gezelschap. In tegenstelling tot de Afrikaanse olifant moeten de vrouwtjes het hier zonder die zichtbare tanden doen. In het wild worden Aziatische olifanten met uitsterven bedreigd. Gelukkig lopen er projecten om de lokale bevolking en de dieren beter te laten samenleven. Zo verbouwen boeren vaker gewassen waar de olifanten niet op afkomen, zoals citroengras, munt en chilipeper. Is een specht in de buurt. Plots krijgen we de Ceylon roodrugspecht voor de lens. Het is een endemische soort en ook de meest voorkomende specht in Sri Lanka. Hun karmozijnrode verenkleed trekt de aandacht. Ze houden zich vooral op in subtropische droge bossen. Het zijn holenbroeders die hun staart gebruiken als steun om in bomen te klimmen. Ceylonspechten voeden zich vooral met houtmieren, maar een spin of rups past ook wel in het menu. Wat verderop trekt een vreemde vogel de aandacht van Guy. Het is een oranje borstpapegaaiduif. Deze prachtige duiven zijn voornamelijk fruiteters, maar ze eten ook braaknoten. Die zijn een bron van het uiterst giftige strychnine. Andere vogels, en zelfs zoogdieren, zouden daarvan sterven. Deze smaragdduif of groenvleugelduif komt voor van het Indiase subcontinent over Zuidoost-Azië tot in Australië. Ze leven in paren of kleine groepjes en zoeken vooral fruit en zaden op de grond. Smaragdduiven vind je vaak in tropische bossen en mangroven, maar ook rond boerderijen worden ze heel dikwijls gespot. Plots komt ook een groene muskaatduif even voor de lens. Het zijn opvallend grote duiven die wel 45 centimeter groot worden. Deze echte bosduiven zijn moeilijk te benaderen en bovendien eerder zeldzaam. Het lawaai van een groepje minder zeldzame vogels trekt de aandacht. Het zijn halsbandparkieten.
Ze leven meestal in kleine groepen in de secundaire jungle. Het zijn omnivoren en eten vooral zaden, granen en fruit. En daar durven ze nogal verspillend mee omgaan, waardoor ze soms als plaagdier worden bekeken. Halsbandparkieten zijn monogaam. Ze vormen een paartje voor het leven. Ook bij ons komt de halsbandparkiet talrijk voor in het wild. Maar dat is een heel ander verhaal. Het gaat om ontsnapte of vrijgelaten dieren die zich hebben voortgeplant. Daardoor zit er in België een populatie van enkele tienduizenden vogels die hier de status exoot hebben. De grootste populatie leeft in een straal van 40 kilometer rond Brussel, met uitlopers in de Kempen en West- en Oost-Vlaanderen. Veel zeldzamer zijn deze prachtige smaragdparkieten. Ze komen enkel voor in Sri Lanka. De mannetjes hebben een rode snavel. Die van hun vrouwtjes kleurt zwart. Het zijn typische bosvogels, maar met een beetje geluk kan je ze ook waarnemen op open plekken, zoals hier, aan de rand van het bos. Sri Lanka is een eiland met heel wat wetlands. Deze biotopen worden tijdelijk of permanent verzadigd door water. Ze liggen op de grens tussen landelijke en waterrijke gebieden. Dat zorgt voor een zeer groot scala aan planten en dieren die zich aanpassen aan de wisselende omstandigheden. De uitlopers van die wetlands zijn bosrijk, waardoor ook wilde zwijnen zich er thuis voelen. De Axis herten komen hier smullen van het rijke aanbod gras en kruiden. In de aansluitende dichte loofbossen lusten ze ook bladeren en knoppen. Meestal bestaat een kudde uit 5 tot 10 dieren. Zowel jong als oud hebben een wit vlekkenpatroon. Een volwassen vrouwtje leidt de groep. Oudere mannetjes leven dan weer solitair. Axis herten zijn zeer gevoelig voor de koude en gedijen dus nauwelijks in Europa. Enkel in Kroatië leeft een kleine groep. We trekken richting Bundala Ramsar. Dit gebied werd door de UNESCO erkend als een biosfeerreservaat. Het is een belangrijk overwinteringsgebied voor zo'n 200 soorten watervogels. Ook heel wat soorten die bij ons in de zomer te gast zijn, komen hier overwinteren, zoals deze bosruiter. En ook tureluurs komen hier de warmte opzoeken. Net als de gruto's, echte trekvogels die hier graag komen overwinteren. Een groot deel van hen komt in het voorjaar terug naar West-Europa om te broeden. Maar voor het zover is, moeten ze na hun lange trektocht wat aanvetten om opnieuw broedrijp te worden. Helaas worden deze typische weidevogels sinds de eeuwwisseling bedreigd bij ons. Vooral predatie door de vossen en het verdwijnen van weidebiotopen zouden de belangrijkste oorzaken zijn. Langs de weg zijn een groepje Europees-Aziatische lepelaars druk op zoek naar voedsel. Ze hebben een heel gevarieerd dieet van kleine visjes, waterinsecten en kikkers. Maar bovenaan hun menu staan schaal- en weekdieren. En die vinden ze vooral in de modderige klei of fijne zandbodems. Lepelaars gedijen in gebieden met zoet, zout en brak water. Op weg naar de volgende locatie passeren we een lokale landbouwer die zijn koeien naar vruchtbaar grasland brengt. Natuurbeheer en landbouw gaan hier hand in hand. Dat levert voor beide partijen winst op. Wat verderop heeft Rita een Indische nimmerzat voor de lens. Het is een middelgrote ooievaar, zowat een meter hoog. Terwijl ze waden, roeren ze met hun poten in de bodem waar sommige vissen zich verstoppen. Met een half open snavel vegen ze links en rechts en verschalken op die manier hun prooi. Hun Engelse naam, Painted Stork,
verwijst naar hun schilderachtig verenkleed, terwijl hun Nederlandse naam, Indische nimmerzat, knipoogt naar hun fourager- en drinkgedrag. Deze vogels hebben de status van bijna bedreigd. Ook uit de ooievaarfamilie is deze Aziatische gaper. Zijn naam heeft hij te danken aan het feit dat zijn boven- en ondersnavel niet nauw aansluiten en eerder gebogen staan. Ook zijn Latijnse naam, Anastomus oscitans, verwijst daarnaar en betekent zoveel als gapen met de mond wijd open. Jonge vogels hebben dit niet. De snijkanten van hun onderkaak hebben een fijne borstelachtige structuur, waardoor ze meer grip krijgen op schelpen van appelslakken. Ook een bisschopsooievaar loopt zoekend naar mogelijke prooien. Hij lust vooral reptielen, amfibieën en insecten. Ze worden ook wolhalsooievaars genoemd en leven in kleine familiegroepen of, zoals hier, in de omgeving van andere ooievaarsoorten. Deze ooievaars worden aangetrokken door branden in graslanden, waar ze insecten vangen die aan het vuur proberen te ontsnappen. Een purperreiger staat op wacht. In geen tijd heeft hij een flinke vis te pakken. Maar ook kikkers en kleine knaagdieren blijven beter uit zijn buurt. Het is echt indrukwekkend hoe ze hun grote prooien naar binnen slikken. Wereldwijd zouden naar schatting 3 tot 500.000 purperreigers leven. Ook bij ons en de noorderburen komen er een paar honderd broedparen voor en kent de populatie een stille groei. Een meer zeldzame verschijning is deze Javaanse marabou, een grote ooievaarachtige. Het sompige drasland is een ideaal biotoop om een flinke paling te verschalken. De totale populatie wordt geschat op amper 6.500 tot 8.000 volwassen vogels. De populatie staat dan ook als kwetsbaar omschreven. Maar zo te zien zal dit exemplaar voorlopig niet omkomen van de honger. De gevangen paling lijkt een heerlijk brokje. Wat verder fourageert een koppeltje grijskop purperkoeten tussen de waterplanten. Ze leven in gebieden met zoet of brak water en houden van deze rijk begroeide ondiepe wateren. De mannetjes zijn iets groter dan de vrouwtjes. Purperkoeten zwemmen en lopen liever dan dat ze vliegen. Ze zoeken zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Maar soms roven ze ook eieren of jongeren van andere watervogels. Iets wat bij grote populaties wel eens bedreigende vormen kan aannemen. De grijskop purperkoet is bij ons een erg zeldzame dwaalgast. Maar in Azië komen ze algemeen voor. Bij de oude Grieken en Romeinen werden ze vaak gehouden als huisdier. In het boek Historia Animalium beschreef Aristoteles rond de 4e eeuw voor Christus al het gedrag van deze vogels. Waterfazanten zijn een soort jacanas en worden ook wel lelielopers genoemd. Met hun langwerpige tenen en nagels lopen ze op de drijvende vegetaties op zoek naar insecten en weekdieren. Met hun sierlijke staart herken je ze onmiddellijk. Hun indringende, miauwende roep is zeer herkenbaar, waardoor ze bij de lokale bevolking bekend staan als de kattentaling. Nog een andere naam is de kleine waterprinses. En je begrijpt onmiddellijk waarom als je deze prachtige vogels voor de lens krijgt. Terug richting het bosreservaat van Kitulgala spotten we in het bladerdek een Indiaanse beo. Deze spreeuwachtigen komen enkel voor in Zuidwest-India en worden tot 30 jaar oud.
Deze beo's herken je aan hun grote gele lellen rond de ogen, maar ook omdat ze onwaarschijnlijk veel lawaai kunnen maken. Meer zelfs, beo's imiteren andere vogels en geluiden. Sommige kunnen zelfs pratende mensen nabootsen. Van dezelfde familie is deze controversiële herdermijna of treurmijna. Zijn Latijnse naam, Acridoteris tristis, betekent verdrietige spreeuw. Misschien wel toepasselijk, want deze vogel mag sinds 2019 Europa niet meer binnen. Meer nog, er mag zelfs absoluut niet mee gekweekt worden. Herdermijna's worden beschouwd als een ernstige bedreiging. Het zijn spreeuwachtigen die in gigantische groepen leven. Zo vormen ze een bedreiging voor onder andere de biodiversiteit en de landbouw. Ook in Australië zijn ze absoluut niet meer welkom. Maar in andere, vooral Oosterse landen, worden ze dan weer met plezier ingezet om de sprinkhanenplagen te bestrijden. Misschien kan ook deze gekraagde dwergooruil daarvoor ingeschakeld worden. Want het zijn vooral insecteneters. Maar soms mag het ook eens wat meer zijn. Vooral wanneer ze hun jongen moeten voeden, jagen ze ook op kleine knaagdieren. Deze nachtuilen leven in goed beboste biotopen. Overdag zoeken ze meestal een rustig plaatsje in de bush, waar kleinere vogels hen niet al te veel kunnen storen. Het jungle-dwerguiltje valt op door zijn ronde kop. Deze uilen zijn vooral actief bij zonsopgang en bij valavond. Met deze opvallende roep verraden ze hun aanwezigheid, waardoor ze overdag soms aangevallen worden door agressieve drongo's. Dit kastanjerig uiltje komt alleen in Sri Lanka voor. Oorspronkelijk werd hij beschouwd als een ondersoort van de jungle-dwerguil. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Het zijn kleine dagroofvogels van zo'n 20 centimeter groot. Ook deze uiltjes voeden zich hoofdzakelijk met insecten. Vooral kevers staan op het menu. Maar tijdens de opfok van hun jongen lusten ze ook wel een kleine hagedis. De afgelopen jaren nam de populatie sterk af en worden ze eerder zeldzaam. Op de rode lijst van bedreigde soorten worden ze dan ook als bijna bedreigd gekwalificeerd. We eindigen in schoonheid met deze prachtige paradijsmonarch, ook wel paradijsvliegenvanger genoemd. De mannetjes hebben een zwart-rood verenkleed en een gekuifde kop. In hun tweede of derde levensjaar ontwikkelen ze hun lange staartveren die tot 30 centimeter groot kunnen zijn. Paradijsvliegenvangers voeden zich vooral met insecten, die ze, zoals hun naam laat vermoeden, al vliegend vangen. Maar plots is de vogel gaan vliegen en horen we een vreemd geroep in de bush. Het is een witte paradijsmonarch die zijn territorium komt verdedigen. Wetenschappelijk gezien is dit net dezelfde soort, met een kleurafwijking. Er vloeide al heel wat inkt over de vraag of het al dan niet gaat over een erfelijke kleurmutatie. Maar hoe dan ook, een indrukwekkende verschijning. Dit zijn momenten die ongetwijfeld voorgoed in het geheugen staan gegrift van deze gepassioneerde vogelspotters.